Wat is je geheim achter je sokkenhype? Want dat is hoe ik jullie, toen ik net in Amsterdam kwam wonen. Eerste wat me opviel, iedereen liep op sokken met Olaf erop. Of had een petje erop. Heel petjes zeg ik heel veel. Accessoires gericht. Ja. Muts ook, toch? Nee, geen muts. Nee. Die pet en die sokken, die waren het eerst. Ik zag het de hele dag en ik begreep het. Begin 2005, ik kwam in Amsterdam. Wat is de 5-panel? Wat is de 5-panel? Dat petje. Nee, was het leren, een soort. Het is rubberized, zeg maar. Ja. Dus ik denk. Oh ja, nee, ik weet dat. Ja, ik maar het eerste wat me opviel, ik zag allemaal Olafjes op enkels, toch? Ja. Dus ik had sowieso. Wie is die Olaf? Ja. Wat is Olaf? Ik begreep. Ik dacht dat ze zweet. Voor die sokken kwam dus, daar heb je gelijk in, zeg maar, die caps. En die caps. Ik denk dat Guillaume hier had over, zeg maar, over social media. En als je vandaag als merk begint, zeg maar, is het bijna onmogelijk als je kijkt naar de algoritmes van Instagram. Dit is begin van Instagram. Niemand ziet de producten. Dus ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik gaf aan mijn beste vrienden, want daar moet je eigenlijk mee beginnen. Ja. En aan kennissen, familie. Gaf ik. En die posten precies op dezelfde manier als dat wij het hadden gepost. Dus die cap achterstevoren. We hadden de branding op de klittenband gedaan. En dat vond iedereen droeg op een gegeven moment die caps achterstevoren. En wij dachten, ja, daar gaan we die logo op zetten. En toen kwam het bij Kim Veenstra. Toen kwam het bij Romee Strijd. Ja, toen kwam het gewoon grote bij. Grote modellen. Ja, het ging snel. En ik zag het ook gewoon op een gegeven moment bij iedereen. En we hadden nog niet eens een webshop. Dus mensen kwamen. Ik zat met Filling Pieces. En volgens mij in die tijd ook met Daily Paper op de Keizersgracht. Met z'n allen drieën samen. En mensen kwamen op de deur tikken gewoon van, yo, ik wil die cap kopen. Maar ik verkocht ze gewoon nog niet. Dus daar heeft ook nog een lange tijd tussen gezeten. Dus ik denk die hype was gewoon wel echt real. Van mensen wouden iets graag kopen, maar het duurde te lang. En alleen sommige mensen, dus de allereerste mensen die hem hadden gekocht of gekregen, die waren echt voorop gelopen. Ja. En ik denk dat dat heeft geholpen voor de sokkenhype, zeg maar. We hebben. Daan kwam met het idee, hey, die sok, die cap is een beetje afgelopen, denk ik. Laten we een ander product bedenken. En het is altijd wel, zijn altijd betaalbare producten geweest. En toen zei hij, niemand doet nog iets met sokken. Dit is ook weer, zeg maar, nu is het heel normaal. Gat in de markt, weer toch? Ja, heel normaal dat, oh, ik doe kleding en ik verkoop sokken, toch? Ja. Maar toen het mij viel begonnen, meteen op bij mij. Ja. Van, hey, het is gewoon een hele witte sok en er stond gewoon Olaf op. En dan ga je meteen erbij nadenken van... Non-stop. Ben je daar echt bewust, was je daar echt bewust mee bezig? Want ik Absoluut. Moet op een manier opvallen. Ja. En het moet een soort van bereikbaar zijn voor mensen. Ja. Ik denk, wij zijn sowieso ontzettend klein. We hebben weinig marketingbudget, zeg maar. Dus moet je... En iemand koopt natuurlijk een product. En hij maakt in dezelfde tijd ook eigenlijk op positieve manier reclame voor mij. Ja. Dus ik denk, als je daar een balans in kan vinden, dan is dat tof. Want hoe kwam je eigenlijk überhaupt op caps? Want je was bezig met jeans, die jeans uitverkocht. Hoe... Hey! Hey! Hoe dacht je toen van, hey, oké, ik ga caps maken? Ik weet niet, het was... Ik heb altijd het gevoel zo op de een of andere manier dat ik zie van, oh ja, dat gaat wel een trend worden of zo. Oké, okay, het was gewoon een vibe feeling. Ja, van, dat ik denk van, hey. En iedereen droeg die cap achterstevoren en die Amsterdam caps. Ken je die gewoon van de toeristenwinkels? Ja. Die hadden altijd op de achterkant, daar ben ik op dat idee. En de Yankees cap en zo, toch? Ja. Die hebben daar altijd hun branding. En de rest is een super clean cap. Dus qua cleanheid hebben we het over dat iedereen zwart-witte items droeg, weet je wel? Heel clean. Dus ik had een cap als je voorkant, denk je, wow, smooth. En aan de achterkant had je al wel de eerste idee van branding. Wat nu bijna overal alles is gebrand vandaag.